De minister Kraus heeft gefloten. Lang en loeiend geluid dat over het oude bevallige stadje Harlingen dreunt. En het teken is van de afvaart naar Terschelling. De touwen zijn losgegooid. De grote raderen beginnen te wentelen. En dan ineens, een van de passagiers tot de kapitein op de brug. Mijn vrouw is er nog niet. Is je vrouw er nog niet? Nee, ze is er nog niet. Meteen het bevel van de kapitein. Achteruit, onharde. Wij liggen weer aan de stijger. En 100 passagiers, kapitein en bemanning kijken om naar de hoge kade en wal om uit te zien of de dame in kwestie spoedig komen zal. Ze zal direct komen, meent de kapitein. We kunnen best eerst draaien, dan zal ze er wel zijn. De minister Kraus draait statig met zijn sterke raderen tot ome Hein, die voor vandaag het stuurwiel op de brug overgenomen heeft, naar beneden roept. Daar komt ze al aan. Ze komt er werkelijk. Neemt vriendelijk afscheid van een nicht en een tante en stapt hartelijk verwelkomd door kapitein, echtgenoot, zowel als de aanwezige Terschellingers aan boord. De minister Kraus, ruime brede raderboot met prettige salons en geriefelijk zonnedek, begint langzaam de moderne haven van Harlingen langs de pier uit te peddelen. En onverwachts is de Zuiderzee wijd opengegaan van majestueuze ruimte en een eindeloosheid van teerblauw. Het schip schiet recht langs de Pollendam, die zich bij dit lage tij even geheven heeft boven de zeespiegel. En ineens, tegen de noorderhemel, is het of in het wazige blauw een Fata Morgana verschijnt. Dat is het wonderbaarlijke van deze eilanden, dat zij in straalbreking zich los lijken te maken en daarboven zweven gaan. Dat links is Vlieland en dat rechts is de Schelling, zegt de kapitein. Links van het schip duikt ineens een grote bruinvis op en tegelijk weer neer in het water. Om meteen op te schieten en weg te glijden, als volgde hij speels in golvende cadans dat schip der mensen dat iedere dag weer in zijn zee voorbij komt glijden. Wat verder zijn er meer en nog meer, maar ineens zijn ze weg en toont zich weer een nieuwe dierenwereld. Daar liggen bij dozijnen op een zandbank zeehonden zich te koesteren in de zon. Daar liggen zij in hun eigen noordelijke wereld, waar zij thuis zijn en waar het schip alleen een vreemde indringer is. Rechts is nu duidelijker geworden de vreemde wolk die er als een pluim scheen te wapperen, thans boven een gele zandvlakte. Het blijkt een wolk van tienduizenden vogels te zijn. Alle meeuwensoorten, ranke visdiefjes, vlugge bontwekpluviertjes, sterns en andere soorten uit de gevleugelde wereld die daar op het griend hun nesten gebouwd hebben. Eens was hier een groter en hoger eiland. Eens stond er een bloeiend stadje met kleine huizekes geschaard om een plechtig torentje. Maar toen de grote vloeden het meer Flevo in Zuiderzee herschiepen, moest ook dit stadje verdwijnen. Nog voor weinige jaren ging men er in de lente eieren rapen en zomers gras maaien. Thans is het natuurmonument geworden. De mensen zijn heen gegaan, maar de vogels zijn er bij duizenden heen getogen en hebben er voortgeteeld. Slechts 2 mannen zijn er die er in de lente voor waken dat niemand er de broedende vogelwereld stoort. In de broedtijd is het eiland zo vol van nesten dat men bijna geen schreden zetten kan zonder een jong ontluikend vogelleven of een ei te vernielen. Nu zijn Vlieland en Terschelling reeds teruggezonken in hun azuren zeebedden. Machtig staan daar die zware grote duinen met hun donkere plekken van dennenwouden op tegen de ijle lucht. Maar meer dan alles beheerst daar die grote stoere brandaris, de stille wachter van het noorden, die al sinds eeuwen een baken was in de zee, het zeegezicht. Massaal rijst hij op tegen de blauwe hemel. In het vlieg is een kleine silhouet naar voren gekomen en schiet recht op de minister Kraus af. Het is de motorboot Vlieland die koers zet naar de minister Kraus. Even later liggen wij aan elkaar gemeerd. Drukken Vlielanders bekende Terschellingers de hand en stappen over om zich naar hun eiland te doen voeren. 4 maal per dag in de zomer en 2 maal per dag in de winter heeft die eenzame ontmoeting plaats. Maar dan wendt de minister Kraus gedecideerd en stevig naar het oosten, veilig zijn weg vervolgend naar de Brandaris. Kijk daar, die grote zandige plaat, zegt de kapitein. Dat is de Noordzwaarder en ginds is de Spathoek. Nu is dat wonderbaar grillige en tegelijk goedige gebergte van statige duinen al heel nabij.
Reeds schemert veilig aan hun voet het vriendelijke dorp Westerschelling met de kleine, witgekalkte huisjes. Ver naar de horizon verliest zich het eiland in een lange duinenrij en op wadden veroverd polderland. De boot glijdt langs de steiger, waar velen uit het dorp zijn saamgestroomd om deze iedere dag terugkerende gebeurtenis, de verbinding met de vaste wal, mee te maken. Dan sta je ineens midden in die Terschellingse sfeer, die een wonder is van kalmte en rust, en waar de tijd een halve eeuw schijnt te hebben stilgestaan.